Hallo, ik ben Sam van Fotogrobbe en vandaag stellen we graag de Canon EOS R3 voor. De EOS R3 is de nieuwste full-frame camera in de Canon EOS R-familie, gespecialiseerd in het vastleggen van snelle beweging, bijvoorbeeld bij sportfotografie en wildlife en pers, ontworpen eigenlijk om te voldoen aan de eisen van de professionele gebruiker. De camera situeert zich tussen de R5 en de 1DX Mark III en is geplaatst aan een prijs van €6.099 voor de body. Enkele belangrijke features van de camera, bijvoorbeeld de snelheid. De camera kan aan 30 frames per seconde fotograferen. Dat doet hij met behulp van een back-illuminated stacked sensor. Door die sensor kan je via de elektronische sluiter tot een 64.000ste van een seconde gaan, zonder vervorming van rolling shutter of andere vervormingen door elektronische sluiter. Belangrijk hierbij is ook dat autofocus tracking en zo, dat eigenlijk gevrijwaard blijft, zelfs bij die 30 frames per seconde burstopname. Tweede belangrijk feature is de eye control autofocus. Het woord zegt het zelf, eye control. De fotograaf kijkt naar een object en de scherpstelling volgt. En dus de camera is eigenlijk zo snel als de fotograaf zijn oog. En het zorgt dus dat je razendsnel kunt anticiperen op verschillende situaties. Derde belangrijke feature is de intelligent tracking. Dus de camera heeft met gebruik van een deep learning technologie kan die dus onderscheid maken tussen mens, dier en zelfs voertuigen. Bij voertuigen is het zo specifiek zelfs dat die kan zien welk type voertuig het is. Bijvoorbeeld bij racewagens zijn het wagens met open cockpit of gesloten. Daarbij kan je ook nog eens zien als de bestuurder zichtbaar is, gaat de camera zich positioneren op de helm. De camera is een pro body. Dus het is een magnesium legering, dus de camera is volledig weather sealed. Maakt ook gebruik van dezelfde batterij als de 1DX Mark III. Dat wil zeggen de LPE19, dus die is backwards compatible ook. De R3 is ook een hybride camera, dus die is geschikt voor zowel foto als video. Bij video is het heel belangrijk dat de camera 6K RAW intern kan opnemen. En ook Canon Log 3 is aan boord, dus dat wil zeggen dat je daardoor een groter dynamisch bereik krijgt en dat je betere kleurgradaties kunt krijgen in nabewerking. Connectiviteit is ook een belangrijk punt voor de professionele gebruiker. De Canon EOS R3 maakt dus gebruik van een bekabelde ethernetverbinding. Je kunt ook gewoon via wifi de beelden versturen of in combinatie met de mobile transfer app. Kan je eigenlijk rechtstreeks via de gsm of andere smart devices zoals tablet de beelden uploaden en extra metadata aan toevoegen, wat misschien interessant is voor persfotografen. Canon R3 heeft ook een nieuwe multifunctionele interface shoe. Dat is eigenlijk een nieuwe aansluiting in de flitshoed die extra gegevensoverdracht geeft naar nieuwe accessoires. De oude speedlights kunnen ook nog altijd gebruikt worden. De R3 is dus een pro body. Enkele andere belangrijke punten zijn dat het een 24,1 megapixel sensor is. Interne body stabilization, dus de sensor is gestabiliseerd. Het is een 5-assen stabilisatie, hetzelfde als in de R5. In combinatie met de compatibele RF-lenzen gaat het daardoor tot 8 stops kunnen terugwinnen in je opname. Het heeft een dubbel kaartslot, CF Express type B. En een SDXC-aansluiting, UHS-II. De ergonomie van de camera, wat ook heel belangrijk is voor professionele gebruikers, is zoals die van de 1DX Mark III. Hij is iets lichter. Je maakt gebruik van verschillende instelwielen. Het hoofdinstelwiel, dubbele instelwielen van voor en op de battery grip. Extra joysticks. En een kantelbaar LCD-scherm. Is ook tevens een touchscreen. Wat belangrijk is bij video en zowel bij foto, het maakt ook iets makkelijker om in moeilijkere omstandigheden, als je weinig plaats hebt bijvoorbeeld, kan je een LCD gebruiken om dichter bij de grond of van bovenaf te kunnen fotograferen. Je kan nog altijd ook de oude EF-lenzen gebruiken. Er zijn 3 adapters voor. Dus de standaard adapter, de EF naar RF adapter. De adapter met de drop-in filter. En een adapter met een extra bedieningsring op. De camera is ook heel lichtgevoelig. De professionele camera van Canon zijn we gewoon van de 1DX Mark III. De R3 heeft een exposure value van -7,5.
komt zo goed als neer op bijna totale duisternis. Zelfs bij heel donkere situaties kun je nog altijd eigenlijk perfect je scherpstelpunt vinden en een goede opname maken. De R3 is in mijn ogen de perfecte camera voor de professionele sportfotograaf. Zijn er nu autosport is of eender welke soort van sport, voetbal, atletiek. En voor wildlife fotografen is dat eigenlijk de perfecte camera. Je kunt razendsnel anticiperen op eender welke situatie. Ook door middel van die nieuwe eye control autofocus, wat ik een heel interessant iets vind. Moesten er nog vragen zijn in verband met de R3 of je hebt nood aan extra advies, bent u altijd bij ons welkom in de winkel hier in Antwerpen aan de Eiermarkt. En dan hoop ik u graag te ontmoeten.